Discover the riches of the Nile Riverbed Farm. Are you ready to trade? For this round, we're measuring weights in pounds. And everything is worth its weight in tomatoes. Dames en heren, dit is Mambo nummer 6. Wat denk je? Sta ik bij de eet voor de deur, hebben ze hem dichtgespakeld. Dus ik naar de Roxy, is die afgebrand. Ik denk, ik ga eens verderop kijken. Dus ik loop een of andere discotheek binnen. Staat er een vent met een doos peperen munt achter de deur. En die moest ik van de koop, anders mocht ik niet naar binnen zijn. 500 gulden moest ik betalen voor die zooi. Agaan, ik steek dat peperen munt in mijn mond. En ik hoorde me daar toch een partij zien. Ik zag allemaal kleuren en allemaal kippen die de polonaise liepen. Dus ik meteen naar de dokter. En ik zeg tegen die goochem, heb u een pilletje, hoorde ik. En iets tegen de krampen aan mijn rinkertik. Ik hoest me aan de hele dag meesteloos. Misschien heb ik wel last van gordelroos. En ik ben al dagen aan de scheiderij. En weet je wat de dokter tegen me zei? Wat je nodig hebt is mambo nummer 6. Ik schakel een receptie voor een hele fles. Afgaan, ik nam een slok uit een flesje en alleen maar lekkere raven kwamen er op me af. Nee, echt, ik moest ze gewoon van me afslaan. Aan elke vinger kon ik hem op 10 dragen. En echt geen viezerik hoor. Nee, ik hoefde er niet eens wat voor te doen. Eerst sprong Monika op mijn rug. Daarna wou Erika weer even vlug. Toen ging Rita met me mee. Hmm, you can put more items on the scale pan than that. Sandra naar de stad. En samen met Jessica in bad. En dat allemaal door die fles. Gevuld met mambo nummer 6. Ik denk, als ik die banen moet onderhouden, mag ik wel eens een baas gaan zoeken. Dus ik zeg tegen die vent van het arbeidersbureau, ik moet werk hebben. En hij zegt, ik heb een directeursfunctie vrij. 3 ton salaris en een auto van de zaak. Ik zeg, je mag zeker een geitje. Rats! We're out of jewels. Looks like we'll have to start over again.